Districtscommissaris van Saramaca, Lakshmi Narayan Dubey, maakt zijn district aantrekkelijker voor toeristen. Het centrum Groningen, waar het commissariaat is gehuisvest, ondergaat enkele grote veranderingen. Deze veranderingen pleegt de burgervader met minimale middelen. Hij mag wel rekenen op grote steun van het personeel van het commissariaat, ondernemers en andere burgers. DC Dubey vertelt wat er allemaal is gedaan om de toerismesector in het district te stimuleren. We hebben dus die grote pinahutten die we gaan verhuren, die hebben we opgezet op het terrein van Amstwoning. We hebben parkeerterrein aangemaakt. We hebben monumentenplein ook een beetje verfraaid en beschermd. We hebben nu een nieuwe weg gemaakt. Bijna het Pandeeweg is verplaatst. En we hebben dus drie pinahutjes ook daar neergezet voor de dagjesmensen die komen en lekker kunnen verpozen daar. En waar u nu bent, dat is het Botenhuis. De mensen die Saramaca kennen, die weten dus dat naast de openbare markt er een kampje was. Waar de boten van zeker toen DC Ahmad Ali, de boten dus hier sliepen. En we hebben dus dit nu omgetoverd. Dat was een heel vervallen bouwsel. We hebben dus dat nu omgetoverd in een mooi gebouw met groot balkon op het water. We hebben dus twee kamers, bad, toilet, keuken en een ruimte voor vergaderingen voor mensen die buiten de stad willen gaan vergaderen, etc. Dus het gaat. Naast deze veranderingen zal ook de ambtelijke woning van de districtscommissaris worden gerenoveerd. De woning verkeert momenteel in heel slechte staat. Dit is de ambtswoning van de DC, laatstelijk bewoond door de districtscommissaris mevrouw Gizay Dubey. En dat gebouw is dus vervallen. We hebben het gestript en het ligt in de bedoeling om het zeker tegen het eind van het jaar helemaal te renoveren. Maar we gaan het een andere bestemming geven. De commissaris gaat niet meer daar wonen, maar we maken het tot een staatslogeergebouw, zodat er wat centjes in de districtskas kunnen vloeien. Is er al een budget hiervoor? Er wordt een begroting opgemaakt door een architect, et cetera. Maar het gaat allemaal gedaan worden door ondernemers van Saramaca die een handje gaan bijdragen. Tot zover districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubey van Saramaca. Groningen is vooral geliefd onder de toeristen uit Nederland. Dagelijks bezoeken ruim 100 toeristen het district.